hoe trots zijn jullie? Ik ben onmetelijk trots. Enorm trots. Ongelooflijk. Ja. Ja, echt. Prestatie. Met geen woorden te beschrijven. We hebben in heel moois weggezet, denk ik, met z'n allen. Ja. Natuurlijk, Jan, 24 uur. Het begon eigenlijk, mag ik dat vertellen? Ja, ja. Het begon voor de carnaval, denk ik, ik weet niet wanneer. Een grapje. Nou, dat Jan tegen mij zei van, John, ik ga 24 uur fietsen. Dat ik tegen Jan zei van, ja, maar hoe wil je dat dan gaan doen in je eentje? En toen heb ik gezegd van, weet je, dan moeten we iets moois van gaan maken. En dan zijn we met Marieke in gesprek geraakt. Ja, en dit is ervan gekomen. Ja. En daar zijn we enorm blij mee en enorm trots op. En was het zwaar, de 24 uur? Nee, het viel reuze mee. Ik heb voor de laatste pauze werd ik moe. En toen heb ik een massage gehad en gegeten. En toen was ik weer bovenop. Dus, half uurtje was het even zwaar. En dat was vanochtend? Dat was voor 12 uur. Ja, voor 12 uur. Wat vond je het mooiste moment? De finish. Ja, maar ook wel de herkenning tijdens de route. Dat er dus mensen blijven staan, foto's nemen, filmen, applaudisseren vanuit badkamerramen, slaapkamerramen, terrassen. Overal kwam het vandaan. Mensen kwamen inderdaad tevoorschijn ook plotseling. Super gaaf. Mede dankzij het mooie geluid van die Harleys, dus ze wisten precies wanneer we eraan. Ik heb ook gehoord dat de mensen vannacht niet geslapen hebben, omdat ze voortdurend die motoren hebben. Ik heb ook niet geslapen vannacht. En hoe belangrijk is dit voor jullie? Heel belangrijk. Je kunt niet genoeg gelegenheden aangrijpen om ALS weer eens een keer in de schijnwerpers te zetten. Hoe belangrijk het is, hoezeer wij afhankelijk zijn van andere mensen. Helaas, is gewoon zo. En hoezeer wij allemaal wachten op doorbraken in genezing, in support en weet ik wat. En zo'n dag geeft weer dat het zo breed gedragen is onder de bevolking. Iedereen steunt ons. En dat geeft een enorme boost om gewoon weer verder te gaan en elke keer weer ons op de kaart te zetten en iets nieuws te verzinnen en te bedenken dit was, van... Dit was eenmalig hoor. Dat weet ik. Maar met zo'n actie kunnen wij ook iets terug doen voor die gemeenschap die altijd ons weer support met donaties. Maar nou kunnen we iets terug doen en dat is gewoon belangrijk voor ons ook. Heel erg bedankt. Ja.